Het is woensdagochtend, 10 augustus 2016. En kijk, daar is het ontbijt. Wat heb je gehaald, Martijn? Verse broodjes hiernaast bij de supermarkt. Geweldig. Martijn is een collega van Radio 1. En hier ook aan de ontbijttafel, Mirte Klaus. Altijd vrolijk, mijn trouwe producenten. Ik zal even de borden pakken uit onze keuken. En ik pak het bestek. 4 messen, we kunnen aan tafel. Hebben jullie het beleg al op tafel gezet? Nee. Ik ga even koffie zetten, Robin. Oh, lekker. Oké, okay, lekker. Heerlijk, we gaan ontbijten. Hier in het Holland House gekeken naar de tijdrit van Tom Dumoulin. Ja, net geen goud. Toch een klein beetje teleurstelling volgens mij. Echt geen goud, hè? Nee, jammer. Heel jammer, maar wel een fantastische tijd. Echt fantastisch. Fantastische prestatie. Als je ziet wat die jongen meegemaakt heeft, is het toch heel goed wat hij nu gepresteerd heeft. Ja, dat is waar. Gebroken pols. Gebroken pols. Ga maar eens op zijn fiets zitten. Maar zo had ik het nog niet gezien, maar dit vind ik wel heel troostend. Ja. Dus toch wel trots bij Tom Dumoulin. Hoe voel jij dat? Ja, ik voel het hetzelfde en ik denk dat Cancellara echt outstanding was vandaag. Maar ja, ik snap wel dat Tom onwijs baalt. Want ja, je wilt het ook doen in de beste omstandigheden. Je weet nu nooit wat als, maar ja, dat bestaat niet. En ik denk dat zilver heel goed is. Ook blij met zilver. NPO Radio 2.